Thank you.
Ja, laat durven naar achter draaien van achter en dan terug naar je plek, hè? Wat ik zo allemaal doe, dan kan je op achter het keermeer schoon. Ah, ze kunnen varen. Ja, de meeste die kon niet eruit komen, dat was binnen te lang, hè? Die Terra Nova is aan de kant. Je zet iets op waar de mensen dan even van nu gaan. Dat kan ik zomaar zeggen. Want we zien vanmiddag. Nee, 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 dat kan niet. Je begint eraan, dan moet je toch in stand te houden. Dus dan willen we eerst gewoon ook genoeg mensen hebben. Want eigenlijk is het ook de weekend er hier. We hebben nog 30 man, heb ik. Ja. En ja, goed, Jan, ik voor de rest ook zeggen. Ja. Ik wacht even 15 september af. Ja, is spannend, hè? Ja. Ik mag toch ook dat er wel even in zit. Ja, nou, daarom. Ik ben binnen, ja, tot mijn baby. Ik ben natuurlijk toch tot juni ook weer teruggevraagd geweest. En je naar de fosfor gemaakt wordt, staat er ook weer verloren moeten worden. Het gaat de vaartje zitten af, dat is nog wel over. Ja, dat was het juni. Ja, ja. En toen hebben die man en die vader kiept de heder weg aan. En ben ik dan een poosje gebleven, maar toen vind ik niet waar om de tanks leeg te maken. Ja. Ja. Maar de vernieuwwaarde is dan een tovenus toegevoegd. Oh. Nee, want die gingen daar ook weg. Nee, die zat natuurlijk al vanaf het begin, Martin. Die vond het bluffen, zeg maar zeggen. Met Peter de Bree en met Eisen Bayrak. En die ben allemaal weggegaan. En daar ben ik voor in de plaats gekomen. Ja. Dus ja, goed, dan heb je tot eind juni gewerkt en jij koffie gedronken en heten en tovenus. Dus ik ken al die mannen, ken ik niet. En ik ken die mannen. En ik ben er... Ik ben nog de koffie geweest en dan kunnen dat gebeuren. Dan maak ik niet waar dan een opendienst. Je zit dan niet al stolt in de ploeg en zo. En dan even de koffie, maak ik een praatje. Ja, zo is dat. Pak je een beetje warm aan, hè? Ja, kijken naar de element. Ja, goed, zou ik zeggen, als de fosfor gemaakt wordt, zou er ook verlaaien moeten worden. Ja. En dan zou je toch een man of zes nodig hebben, minimaal. En dan je ziek en vrij en noem maar op. Nee, want je kan natuurlijk zeggen, we hebben een operator met ogen nu erop, maar die mannen kunnen het hier rangeren, want die hebben een rangeerkutter staan. Dat is wel heel gaaf. Dag, vijf. Die zou ik parkeren. Ik zou dat enkel maar door...
Ja, dat klinkt. Nou, we moeten tot er geweest. Nou, of je legt die groen, hè? Ja. Het is een heel schema waar we moeten liggen. Maar er is een probleem, ze hebben nog een derf niet ver. En degene die eerst aan moest smeren, die lag nog in Middelburg en de rest die lag te wachten. Ja, ja, daar is op moeten wachten. Maar die zijn we mal op de deel te gingen de brug. Het was Wienek dat het niet. En die brug niet voor de stoffen. Nou, hoe had wat vlugger hij ding kwam met de net was er ook een tik te doen. Ja, ich weinte mal.
En dan ga je twee of drie keer proberen. Nou, dat is het ook wel. Ik denk dat het deze is. Hier is een verkeerde haven hoor. Meter. Ja, dan gaat de motor ook weer. Sorry. Ja, cool. Ik zie ineens een wit schip aankomen. Overmaats van Klompke, hè? Ja, ik zou alleen maar diep gaan, ja. Hey, dat is het. Wij moeten ze allemaal redden. Daar weet je niet wat een wapenskoud. Lijkt een nieuwe, maar dat ding is al zo oud als 1910, denk ik. Ja, die is ook wel apart. Ik weet het niet ooit, maar... apart. Ik wil het heel erg.
heel Nederland door bij me gaan. Dat gaat daar ook niet goed, hoor.
Thank you.
de organisatoren geweest dat jullie mee aan boord zijn. Verop. Ja. Ja, van mij is het niet zelfs niet van. Die heb je hier nog niet gezien. Maar dat is echt van alles. Zo mee kunnen doen, ja. Thank you.